Goedemorgen. Of middag. Weet ik veel. Ja, ik krijg heel veel vragen van kijkers. Van, joh, Finn, hoe woon jij nou eigenlijk? En hoe ziet je huis eruit, weet je wel? Dus, nou, om die kijkers dan toch niet teleur te stellen, wil ik jullie vandaag graag meenemen op een tour door mijn huis. Dus, ik zou zeggen, kom maar even met me mee. Nou goed, dit is de keuken. En, hier heb ik een kratje van het lekkerste bier. Niet geheel onbelangrijk. En natuurlijk, Ronald, die staat te shinen. Zoals altijd. Oh. Nou. Gaan we door naar de gang. En we zijn in de gang. En ja, dat merk je gelijk. Dat is een hele andere ambiance dan de keuken. Nou, we hebben hier een deur. Naar de andere gang. Maar mijn voordeur is zo. Nou, dit is de voordeur. Ik zal even. Die kan open. En weer dicht. Huppakee. Dus daar kom ik dan naar binnen. En ga ik naar buiten. Mocht dat nodig zijn. Nou. Pak ik gelijk de slaapkamer mee. Daar slaap ik. En natuurlijk de douche. Zie je? Daar ligt een handdoek. Dus daaraan kan je zien dat het een douche is. Ik wil ook best wel even het licht aandoen. Dat is geen probleem. Zie je? Dus dat is echt hartstikke leuk. Nou. De kinderkamer. Van mijn allerliefste schat. Hadden jullie de slaapkamer al gezien? Oh! En niet te vergeten. Mijn grote trots. Het toilet. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Dat is where the magic happens. Godzijdank. Nou. De woonkamer. Maar die kennen jullie allemaal. Oh. En dan heb ik ook nog een balkon.
Dat wil ik jullie toch niet ontnemen. Wat een geluk. Kunnen jullie dat ook eens meemaken? Denk ik zo. Sorry. Het balkon. Nou, dit was mijn huis. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik.